Truckstop, de nieuwste podcast van Transportmedia over Belgische transport- en logistieke ondernemers. Nu op Spotify. Welkom bij Logistics TV. Vandaag zijn we te gast bij Logiville in Niel. Logiville is een innovatiecentrum voor het logistieke ecosysteem dat vooral ondernemers ertoe wil aanzetten om hun logistieke operaties te automatiseren, digitaliseren en te verduurzamen. We hebben een gesprek met de manager van Business Unit Logiville, Paul van Nuffel, en we maken kennis met enkele innovaties. Maar dat is voor straks, want eerst maken we natuurlijk traditiegetrouw plaats voor een kort nieuwsoverzicht. Op 17 en 18 september is het verzamelen geblazen in Flanders Expo in Gent, waar de tweede editie plaatsvindt van de vakbeurs Transport & Logistics. Tijdens de openingsdag is het vooral uitkijken naar de Gazelle Transport & Logistiek 2024. De Transport & Logistics Gazelle zijn het resultaat van een samenwerking tussen Transportmedia en Trends Business Information. De rangschikking gebeurt op basis van een aantal objectieve criteria. Groei van de toegevoegde waarde, ontwikkeling van het personeel en groei van de cashflow, geanalyseerd over de laatste 5 jaar. Bovenop de prijsuitreiking staat er dit jaar een business summit over AI op het programma, gevolgd door een gastronomische maaltijd, samengesteld door chef Danny Horsele van sterrenrestaurant Horsele in Gent. Samen met muzikale animatie en een afterwork drink is het de ideale gelegenheid voor networking. Een plaats of tafel reserveren kan nog tot maandagmiddag 9 september. De kostprijs bedraagt €295 per persoon of €2065 per tafel van 8. Zo pas verscheen ook de nieuwste editie van Logistics Management, met daarin zoals gewoonlijk een verslag van de Logistics Podcast. Het thema van de dag: douanesoftware. Specialisten Stream Software, Ziegler en Custom Made schoven mee aan tafel. Een topic natuurlijk dat mezelf nauw aan het hart ligt, dus dat maakt het ook wel een beetje eenvoudiger. Dat was super interessant. Ik denk het panel was heel goed samengesteld, heel complementair. We zijn allemaal actief in hetzelfde domein, zijn de douane. En eigenlijk zou de logistieke keten versnellen. En toch doen we allemaal net iets anders, waardoor we heel complementair zijn. Dus het gesprek heeft een aantal dingen naar boven gebracht die ik al wist. En ik heb toch ook weer wat nieuwe dingen bijgeleerd. Dus ja, zeer geslaagd voor mij. Wel, voor mij is het eigenlijk heel belangrijk dat door middel van podcasts misschien een ander publiek wordt bereikt ook. En dat de douane, zoals ik blijf op hameren, dat dat bekend wordt bij het publiek, bij de mensen, bij iedereen die eigenlijk zo moet weten wat de douane is. Logiville bestaat uit 3 luiken, een digitaal interactief belevingscentrum waar bezoekers een blik kunnen werpen op toekomstige ontwikkelingen, ontmoetings- en vergaderfaciliteiten en deze fysieke demonstratiehal waar vooral marktmature technologische innovaties staan. Ja, Paul, ondertussen bestaat Logiville reeds 3 jaar. Wat is er allemaal gebeurd in die tijd? Inderdaad, Logiville is gestart in oktober 2021. Alle bedrijven die te maken hebben met logistieke processen kunnen hier terecht om de laatste nieuwe technologieën te ontdekken. Gebeurt via onze innovatieambassadeurs die de technologieën toelichten, maar ook demonstreren. Zo hadden we vorig jaar 1250 bedrijven die ons bezocht hebben. Dit jaar, juni, eind juni, zaten we reeds op 950. Diverse types van rondleidingen. Full experience tour betekent men ziet alles, krijgt alles gedemonstreerd. Thematour doen we 3 keer per jaar, zoomt in op een hot thema. Het is een beetje het pretpark voor de logistieke sector. Ik zou het eerder een ontdekkingsreis noemen doorheen de laatste ontwikkelingen, waarbij dan heel belangrijk wij een aantal technologieën hebben die aangereikt worden door KMO's en grote bedrijven. Daarnaast heel wat mooie toepassingen van start-up bedrijven, scale-up bedrijven die in het gamma zitten. Ons DNA daarbij, heel belangrijk, 2 belangrijke elementen. 1, innovatie, geen mainstream toepassingen. En 2, beleving. De bezoeker moet beleven wat hier wordt getoond.
U sprak ook over thematours. Waar ligt de focus nog op dit jaar? Einde dit jaar, oktober tot december, half oktober, half december, focussen we op supply chain security. Dat betekent beveiliging van goederen, beveiliging van assets, maar ook beveiliging van data. Tarieven, verschillende rondleidingen, verschillende tarieven, allemaal te vinden op onze website. Klinkt alvast heel interessant en volgens mij zeker de moeite om te doen. Dus nog heel veel succes, Paul. Dank je vriendelijk. En voor ons is het ondertussen hoog tijd geworden om te gaan kijken naar een pas geopend spraakmakend project in België. Eentje dat gebouwd werd in Doornik. Het nieuwe distributiecentrum van CBO, het CDC, gevestigd in Blandin, een deelgemeente van Doornik, oogt niet alleen spectaculair, het is dat ook. Het gebouw heeft een grondoppervlakte van 42.000 vierkante meter en is 18 meter hoog, deels uitgevoerd in twee niveaus. Hierdoor wordt een totale operationele footprint van 55.000 vierkante meter bereikt. Het CDC vervangt het vorige logistieke centrum in Moeskroen dat te klein geworden was om de continue groei van CBO te blijven ondersteunen. Op het 11,5 hectare groot terrein in Blandin bevindt zich ook een kabelpark van 10.000 vierkante meter. En er is nog verdere uitbreiding mogelijk. Wij zijn CBO, dochter van de Sonepar Groep, wereldwijd marktleider in de distributie van elektrotechnische materialen in de professionele markt. In ons logistiek concept hebben we rekening gehouden met ons assortiment. Dus enerzijds een aantal geautomatiseerde operaties, anderzijds ook een aantal manuelere gebieden. Goods-domein-principe, maar ook klassiek paletmagazijn met smalle gangen trucks. Een ander aspect is naar onze klanten. Het herbruiken van onze plastic bakken waar we onze kleine materialen in aanleveren en continu eigenlijk hergebruiken, zorgt ervoor dat we per jaar meer dan 1 miljoen kartonverpakkingen kunnen vermijden op de markt. Vanuit het CDC in Blandin levert CBO dagelijks zo'n 10.000 zendingen. Het zij rechtstreeks aan de klanten, het zij via één van de 53 filialen in België. Hiervoor heeft CBO een eigen transportnetwerk met 5 transporthubs en een eigen transportvloot. Bestellingen tot 19 uur geplaatst kunnen 's nachts al afgehaald worden in de filialen. AAVO Architecten mocht als dirigent in dit verhaal de tekeningen uitwerken. Het bureau met vestigingen in onder andere Moeskroen, Kortrijk en Frankrijk kent CBO goed uit vorige opdrachten en hield rekening met de localisatie van het gebouw vlak aan de E403 en de complexiteit van de goederen. De challenge voor AVO in dit project is een zeer aangenaam gebouw te maken voor de werknemers. Ook zeer mooi geconcipieerd, rekening houden met automatisatie, rekken en de interne flux. En dan externe flux, parking voor vrachtwagens, werknemers, bezoekers. En dan voor de rest een uitdaging voor een gebouw die duurzaam is, in de zin volledig prefab beton, inertie, 12, 15 graden permanent. En dan voor de rest geothermie. En daar zijn we ongeveer op een mooi pakket gekomen van een mooi resultaat. Naast de bestaande 55.000 vierkante meter oppervlakte is er ook nog een uitbreidingsmogelijkheid van 15.000 vierkante meter. Daarnaast wordt er gestreefd naar een BREEAM Excellent certificering. Binnenin het gebouw springen de automatisatie van het kleingoed- en kabelmagazijn in het oog. Grondlegger van deze systemen is KNAP, een internationale technologiepartner voor intelligente automatisering en digitalisering van productie over distributie tot het point of sale. Dus de eerste oplossing van KNAP vind je bij het orderen, verzamelen en de opslag van goederen in bakken. Hiervoor is gekozen voor het OSR shuttle systeem van KNAP. De shuttles bewegen op de verschillende niveaus in het magazijn. Qua magazijnconfiguratie garandeert dit eigenlijk een heel compacte opslag. De shuttles brengen de bakken met de gestorteerde producten naar de 7 ergonomische piketisie-werkstations, waardoor een hoge productiviteit wordt gegarandeerd. De goederen worden direct gepikt in de verzendbakken. Deze verzendbakken gaan naar de orderconsolidatiezone, waar uitgesorteerd wordt op het transport. Dit samen met de geautomatiseerde inbound garandeert een zeer korte orderdoorlooptijd. Het tweede systeem van KNAP maakt de kabelafdeling een stuk efficiënter. De haspels met kabel worden opgeslagen in een automatisch paletmagazijn. Bij een klantorder halen de kranen het juiste haspel met kabel uit het magazijn, biedt deze aan de automatische snijmachine en worden de kabels op lengte versneden. Naast efficiëntie en ergonomie is compact stockeren hier van essentieel belang. Net zoals het reduceren van het risico op fouten. Zo tonen LED-displays duidelijk welke goederen werknemers moeten pikken. Het KNAP on-site service team zorgt voor de link met de centrale service desk, het predictief en preventief onderhoud, de correctieve interventies,
en het wisselstukkenbeheer. Dit alles zorgt mede voor een hoge beschikbaarheid van installatie. De Sonepar Groep, waar CBO deel van uitmaakt, is voor KNAP een global account. Naast het project bij CBO automatiseerde KNAP eerder al verschillende sites in Frankrijk en Duitsland, Zweden en Canada. De maand september staat traditiegetrouw in het teken van de Transport and Logistics Beurs in Flanders Expo in Gent. En dat op dinsdag en woensdag 17 en 18 september. Nieuw voor deze editie is dat de drie beurzen Transport and Logistics, Logistics and Industrial Build en MPAC onder één dak vallen. En niemand beter dan organisator Nadine Frankus die ons daar alles over kan vertellen. Welkom Nadine, dit is ons jaarlijkse blije weerzien. De beurs vindt plaats in de even jaren in Gent, in de oneven jaren in Antwerpen. We gaan dus voor de tweede keer naar Gent. Wat kunnen we daar verwachten? Wel, drie vakbeurzen onder één dak. Dat betekent dat alle spelers van de volledige supply chain van de logistieke sector aanwezig zullen zijn. We zijn ongeveer met een 220 exposanten en partners en we verwachten 6000 professionele bezoekers van transport, logistiek, logistiek vastgoed en de verpakkingsindustrie. En uiteraard, dankzij deze unieke combinatie, gaan we heel wat innovatie, inspiratie en kennis kunnen vergaren en ook waardevolle contacten kunnen leggen op de beurs. Transport en Logistics is meer dan een traditionele beurs. Jullie zijn een echte netwerkinghub voor de hele sector met ontbijtsessies en afterwork drinks. Maar jullie focussen ook op een sterk contentprogramma, toch? Jazeker. We starten met de Business at Breakfast ontbijtsessie. En daar hebben we de eer om de burgemeester Matthias de Klerk van Gent en zijn havenschepen te ontmoeten. En samen met North Sea Ports gaan zij het hebben over de mogelijkheden en de uitdagingen van het havengebied Gent. Daarna volgen er tal van sessies met 50-tal keynotes en experten en sectorpartners die het hebben over onder andere de troeven van e-trucks, stadsdistributie, CO2-arm transport organiseren, hoe AI integreren in de logistiek, maar ook over duurzaam logistiek vastgoed. En daar hebben we de eer om samen met Montea een topsessie te organiseren waar we Jan-Peter Balkenende mogen verwelkomen die het gaat hebben over de link tussen logistiek en duurzaamheid. Nadine, heel kort, praktisch, wie, wat, hoe, waar, wanneer? We zien elkaar op dinsdag 17 en woensdag 18 september in Flanders Expo te Gent. Je kan vanaf nu gratis inschrijven via onze website. En belangrijk om weten is dat het ticket geldig is voor de drie vakbeurzen onder één dak. Dankjewel voor de duidelijke uitleg, Nadine. Ik veronderstel dat de voedingsindustrie ook aanwezig zal zijn. Wel, dat treft, toeval of niet, want in onze volgende reportage gaan we het hebben over de levering van voeding. Elektrisch dan nog wel. De Road to Electric is ingezet bij Collect & Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group. Met de recente investering in 7 Ford e-Transits 2 ton is het de eerste Belgische retailer die voortaan bestellingen elektrisch levert bij klanten. De ambitie van Collect & Go is tegen 2030 onze volledige vloot hiervoor aan huislevering emissievrij te maken. Daarmee onderschrijven wij ook de Colruyt Groep doelstelling om ook de volledige eigen vloot van Colruyt Groep zero emissievrij te krijgen tegen die datum. We zijn hier 2 jaar geleden gestart met aan huisleverservice. Daar hadden wij gekozen voor CNG-voertuigen, geen dieselwagens. Nu, 2 jaar later, zijn wij op het punt dat wij kunnen effectief elektrische wagens inschakelen. En ook de infrastructuur van Londerzeel is daarop aangepast. Zowel een laadplein als de snelladers zijn klaar en we kunnen hier ter plaatse alles doen. Vanuit dit distributiecentrum in Londerzeel bedienen wij alle aan huisleverklanten voor de regio's Antwerpen, Brussel en alle gemeenten daartussen. Met de elektrische voertuigen die we nu aangekocht hebben, is dat perfect mogelijk. We hebben een ochtendrit, we hebben een namiddagrit en die kunnen even ook tussengeladen worden tussen de middag. Dus perfect mogelijk met deze voertuigen. Collect & Go koos voor 7 elektrische Fords van het type e-Transit 2 ton. Die hebben een rijbereik van meer dan 300 kilometer. De overgang van CNG naar elektrisch was voor de chauffeurs geen grote aanpassing. Het verschil op CNG en elektrisch rijden is eerst en vooral het geluid. Dat is veel fijner om te rijden, je hoort helemaal niks. Ten tweede ook het tanken. Wij moeten niet meer tanken op de baan, maar wij kunnen nu tanken bij ons op de depot zelf. En ten derde ook nog automatisch schakelen. Dus dat is voor mij eigenlijk een wereld van verschil om mee rond te rijden met de elektrische kamionet. Gewoon veel gemakkelijker en veel fijner om mee te rijden. We hebben een opleiding gekregen om elektrisch te rijden hier bij Collect & Go. Dat je eigenlijk in ook de tachograaf leren kennen, hoe dat je je tachograafkaart moet insteken. Ook hoe dat je moet schakelen.
En ook om nadien, als je terugkomt van de baan, je voertuig eigenlijk te gaan laden aan de laadpalen en de snelladers. We hadden specifieke noden voor onze aanhuislevering, dat we toch wilden zoveel mogelijk vracht meenemen naar onze klanten en daar de baan mee op. We zijn dan op zoek gegaan naar van welke constructeur kon ons dit aanbieden. Je ziet het ook aan de wagens. Ford levert ons het chassis en wij gaan daar de cabine opplaatsen met een andere leverancier, omdat we daar specifieke noden hebben. Maar de reikwijdte van het toestel was perfect oké. Dus het voertuig kan onze kilometers aan. En we hebben ook een heel lange ervaring met onze partner Ford. Vandaar dat we ook een goede match hadden tussen de twee. We hebben verschillende voertuigen de voorbije 2 jaar in aanloop van deze beslissing getest. En we zijn met deze Ford erop uitgekomen van dit lukt voor ons om het rijbereik naar onze tournees te kunnen doen. Dus dit voertuig past perfect bij de noden die wij vooropgesteld hadden. We zijn deze voertuigen nu 2 maanden aan het testen met onze bezorgers. Daar zijn we aan het capteren van hun van wat rijdt er nu goed? Wat, hebben jullie nog andere noden? Kunnen we samen met Ford als constructeur kijken of dat er nog aanpassingen moeten gebeuren? Zien we dit als de toekomst? Ja, onze doelstelling is om alles op elektrisch. Gaan we dit verder doen met Ford? Moeten we nog naar anderen op zoek? Dat gaat de toekomst uitwijzen. Hier bij Logiville draait alles rond logistieke innovaties. En die kan je hier trouwens in levende lijven testen en beleven. En innovatieve ambassadeurs laten je hier tijdens rondleidingen ook een blik werpen op die snel veranderende toekomst en kennis maken met innovatieve technologieën rond duurzaamheid, circulariteit, digitalisering en automatisering. Trouwens, innovatie is ook het keyword van ons spraakmakend project in deze aflevering. Laten we daarom snel terugkeren naar Doornik voor deel 2 van de reportage bij CBO. CBO had slechts een goed jaar nodig om dit gebouw op te trekken en deed daarvoor een beroep op de diensten van Willy Nasens Industriebouw. Samen met AAVO-architecten werd er gekozen voor een constructie bestaande uit prefab betonpanelen. We staan hier in een gebouw met een footprint van 55.000 vierkante meter. Het volledige gebouw is opgetrokken uit een prefab betonconstructie. Alle liggers, kolommen, wanden zijn opgebouwd uit prefab beton. Dat is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en bovendien brandvrij. Dus wij hebben hier van in dit design gekozen voor een aantal heel duurzame zaken te implementeren. Zonnepanelen op het dak, geothermie en warmtepompen, duurzame materialen. Maar bijvoorbeeld ook voor onze medewerkers, de manier waarop we onze werkposten ergonomisch inrichten. Maar bijvoorbeeld ook de witte muren om een betere lichtbeleving te creëren naar onze mensen toe. Willy Nasens Industriebouw voerde elke stap van het bouwproces uit in eigen beheer. Hierdoor kon CBO gebruik maken van de zogenaamde verticale integratie van de Willy Nasens Group. Willy Nasens is door CBO aangesteld als hoofdaannemer. We hebben hier de volledige constructie opgetrokken, van aan de funderingen tot het volledige dak. Alles wat ertussen zat, hebben we in eigen beheer gedaan. Alle kolommen, balken, komen uit onze prefabfabrieken. Het dak hebben we met onze eigen dakdichtingsfirma Mutec gedaan. En het aluminium schrijnwerk is ook uitgevoerd door Willy Nasens Alu. Kortom, ons model van de verticale integratie heeft hier ook geloond. We doen alles in eigen beheer. Dit zorgt ervoor dat we een onderbroken keten krijgen waarbij stiptijd, kwaliteit en budget gegarandeerd worden. Dit project is voor ons heel specifiek spraakmakend, omdat het niet de eerste keer is dat we voor CBO bouwen. We hebben naast de hoofdzetel ook tal van andere winkels gebouwd. En die samenwerking loont. Dat partnership loont. En we zijn bijzonder fier om dit state-of-the-art magazijn te bouwen voor CBO. Manhattan implementeerde een warehouse management systeem dat specifiek geconfigureerd werd voor CBO. Het bedrijf met een hoofdkantoor in Atlanta is een wereldwijde leverancier van supply chain en omnichannel software. Manhattan levert hiervoor supply chain software, zoals supply chain planning en executie. In de laatste zit transport management en warehouse management zoals we het hier hebben geïmplementeerd. Daarnaast biedt ook omnichannel commerce oplossingen aan. Hieronder valt order management, store fulfillment en inventory, als ook point of sales. De eerder genoemde software is allemaal beschikbaar op één platform. Dat noemen we Manhattan Active Platform. Dit is een innovatieve oplossing ten opzichte van andere aanbieders in de markt. Het is cloud native, gebouwd op een microservice architectuur en altijd actueel. Iedere 90 dagen voegt Manhattan automatisch nieuwe functionaliteiten en verbeteringen door, waardoor de klant altijd actueel is. Hiervoor zijn er nooit meer upgrades nodig. Door de complexe en gevarieerde logistieke stroom ontwikkelde Manhattan een klantspecifieke oplossing binnen zijn Manhattan Active Platform.
CBO wilde graag een toekomstbestendige oplossing die hen in staat stelt om de ambities en de voorspelde groei voor de komende decennia te kunnen realiseren. Het nieuwe warehouse management systeem moest de processen end-to-end kunnen ondersteunen, inclusief de automatisering. Dit vereist een systeem met een rijke standaard aan functionaliteiten, flexibele inzetbaarheid van het systeem, waarbij ook CBO zelf het systeem kan beheren. De Belgische markt wordt bediend vanuit de vestiging in Utrecht, onder leiding van de Gentse Pieter van den Broeke, die al sinds 2008 het vertrouwde gezicht is voor Manhattan-klanten in de Benelux. Wegens het uitgebreide gamma aan producten opteerde CBO voor een mix van opslagsystemen. Het Belgische Stow fabriceerde en installeerde die, al ging het verder dan de klassieke standaardrekken. We hebben hier in het nieuwe DC van CBO verschillende rektypes mogen installeren. Om te beginnen het paletrekmagazijn, waar plaats is voor 20.000 paletlocaties. Niet enkel pallets, want met de variëteit aan goederen die CBO heeft, hebben we ook allerlei accessoires moeten voorzien. Legborden met dividers, centreringen voor sprinkelopeningen te garanderen, verticale stockage enzovoort. Daarnaast hebben we in een tweede hal een magazijn ingericht met draagarmstellingen voor langere goederen, stukken tot 3 meter, die niet in dit magazijn konden geplaatst worden. En tot slot hebben we ook de rekken voor het automatisch kabelopslagmagazijn mogen installeren. De relatie tussen Stow en CBO gaat al een hele tijd terug en dat heeft er ook toe geleid dat we hier in dit project van in het begin hebben kunnen meedenken met hen. En dat is wat we graag doen, omdat daar onze creativiteit en onze ervaring volop tot uiting kan komen. Dit spraakmakende gebouw is goed voor een investering van 85 miljoen euro. De grootste die CBO ooit in België heeft gedaan. Ze biedt werk aan 250 mensen. Een sterk staaltje vakmanschap dus, en eentje waar heel wat leveranciers hun steentje aan bijgedragen hebben. Vlak voor de zomervakantie konden we kennis maken met de 3 nieuwe protagonisten van de We Are Champions. Onze kandidaten werden klaargestoomd om zichzelf te overstijgen. En dat kan je best letterlijk nemen. In de vorige aflevering van We Are Champions ontpopte Gidi Pluim zich tot de beste puzzelaar van de groep. Philippe van der Straten en Raf van Espen zullen vandaag een tandje moeten bijsteken als ze de kop van het klassement willen bereiken. En om dat te doen, zullen ze moeten hengelen. De kandidaten krijgen een Manitou 100 VJR hoogwerker ter beschikking en moeten een technisch parcours afleggen tot aan de winkeltassen. Met behulp van een vishengel moeten ze zoveel mogelijk tassen scoren. De hoogte bepaalt de uiteindelijke waarde. Van op 2 meter is elke winkeltas 1 punt waard, van op 5 meter 2 punten. En gaan ze helemaal tot 10 meter, dan krijgen ze maar liefst 3 punten per winkeltas. Maar als de kandidaten niet achter het net willen vissen, zullen ze zich moeten haasten. Want na 10 minuten klinkt het eindsignaal onverbiddelijk en zit hun beurt erop. Om zeker te zijn dat alles correct verloopt, beschikken we over onze vakjury. Manitou, specialist in machines voor goederenbehandeling in landbouw, bouw en industrie. Atrium Opleidingen, specialist in opleidingen voor de bouw, transport en logistieke sector. En A-Safe, uitvinder en fabrikant van flexibele kunststof aanrijdbeveiligingen en wereldmarktleider op het gebied van veiligheidsoplossingen voor de werkomgeving. Philippe mag vandaag de eerste lijn uitwerpen. Hij zal alle hulp kunnen gebruiken, want vissen, dat is nu niet bepaald Philippe zijn grootste hobby. Dat is toch al, denk ik, 40 jaar geleden dat ik dat nog een keer gedaan heb. Dus het zal een hele uitdaging worden. Ik ga, denk ik, eerst op het laagste niveau zien hoe dat de hengel reageert. En dan zullen we kijken of we snel naar 2 of 3 kunnen gaan. Philippe heeft weinig ervaring met het besturen van een hoogwerker en heeft dan ook heel wat moeite met het parcours. Hij neemt zijn bochten ruim en rijdt zich helemaal vast. Na minutenlang vroeten en zwoegen brengt Philippe de cabine op hoogte en weet hij zichzelf te bevrijden. Maar ondertussen zijn er al 8 minuten verstreken. Tot overmaat van ramp blokkeert zijn hengel. Maar Philippe denkt snel en trekt de lijn met zijn eigen handen naar boven. Uiteindelijk weet hij toch te eindigen met 3 punten op het scorebord.
Ik zat te dicht tegen de beveiliging. Op dat moment kon ik niet meer vooruit, achteruit. Een beetje bijsturen, een beetje coördineren en uiteindelijk zijn we er geraakt. Raf staat momenteel op de laatste plaats in het klassement, dus hij zal een tandje moeten bijsteken. Moeilijk. Ik ga het zeer kalm aanpakken, stap voor stap. Ik probeer het te doen. 4, 5 zakjes hoop ik te kunnen vangen. Meer is ook oké. Raf begint goed aan de proef. Hij neemt zijn tijd met de hoogwerker en rijdt foutloos doorheen het parcours. Ook het vissen gaat Raf goed af. Bij zijn eerste poging heeft hij al meteen een winkelzak beet. Maar een tweede zak blijkt toch wat moeilijker te zijn. Na veel mislukte pogingen haalt hij 3 minuten later eindelijk een tweede zak boven. Raf blijft op de laagste hoogte staan en zet een eindsprint in. En met succes, hij weet op korte tijd nog 3 zakken boven te halen. Hij eindigt daardoor boven Philippe met 5 punten. Dat ging zeer vlot, naar mijn normen. De eerste ging redelijk goed, de volgende was een beetje oefenen. Vandaar dat ik ook niet hoger gegaan ben. Dus ik heb me gefocust op de eerste zone, om dan zoveel mogelijk zakjes te kunnen vissen. Zo rustig gebleven. En, dat was iets beter dan dat net. Amai, dankjewel. Hoger durf ik eigenlijk niet zo. Nee? Zal ik het proberen? Ja. Er is toch niemand tot het tweede of het derde niveau gegaan. Dat moeten we doen. Hè. Dus ik denk te beginnen bij het derde niveau, een poging wagen. Lukt het niet, een niveautje lager. En hopen dat er voldoende tijd is om een paar zakken aan de haak te slaan. Je kan soms 1,5 minuut sukkelen om er 1 aan de haak te slaan. En plots heb je er 3 in een minuut. Dus we gaan blijven gaan. Hè. Giddy kon in de vorige aflevering al goed overweg met de elektrische transpalet. Maar ook de hoogwerker ligt hem wel. Hij rijdt doorheen het parcours alsof hij het al 100 keren heeft moeten doen. En hij is trouw aan zijn woord. Hij gaat meteen de hoogte in. Tot op de maximale 10 meter. De haak is van op deze hoogte veel moeilijker te controleren, maar toch slaagt Giddy er al behoorlijk snel in om een winkeltas te vangen. 3 punten. Hij gaat pijlsnel nu. En Giddy weet in korte tijd nog 3 tassen boven te halen. Uiteindelijk heeft Giddy alle overgebleven winkeltassen omvergetikt. Maar met zijn 4 succesvolle vangsten heeft hij toch een monsterscore behaald. Een indrukwekkende 12 punten. Het ging heel vlot. Gelukkig had ik redelijk snel die 2 zakken te pakken. En dan valt de tijdsdruk weg en dan maakt het leven wat makkelijker natuurlijk. Voor Giddy is het leven dus makkelijk. Maar is dat voor de jury ook zo? Philippe, gestart. Moeilijke start heb ik gezien. Was wat aan het manoeuvreren in het begin. Waardoor dat hij jammer genoeg aan de rijbeveiliging geraakt heeft. En heeft dan finale 3 zakken kunnen vissen. Ik heb eraf gevolgd en ik vond, hij was vlot bezig, maar hij had geen vertrouwen in zijn eigen. Op een bepaald moment kon hij gewoon doorrijden en dat hij stopte zelf eens weerkeren terwijl dat niet nodig was. Hij heeft natuurlijk niet risico genomen van hoog te gaan. Iets te weinig durf, anders had hem nog veel meer tijd gehad om te vissen. Giddy heeft dat vrij goed gedaan, denk ik. Technisch heel goed, een beetje de techniek zoals wij die ook bij atriumopleidingen aanleren. Hij koos ervoor om op grotere hoogte te gaan, waardoor hij door 4 zakken te vissen uiteindelijk 12 punten verzameld heeft. En ik denk dat dat een hele mooie score is. Giddy staat dus comfortabel aan de kop van het klassement, terwijl Philippe en Raf op gelijke hoogte achtervolgen. Wie zal de eindoverwinning naar zich toe trekken? Dat ontdek je volgende keer in de slotaflevering van dit seizoen. Nadien, na dit interessante bezoek aan Logiville heb ik des te meer zin in de Transport & Logistics beurs. Zijn jullie er klaar voor? Ja, wij hebben er enorm zin in en wij kijken er naar uit. Het is ook de 2e editie, dus het gaat een nog betere editie zijn dan de 1e. We zijn ook met veel meer exposanten en partners aan boord, dus het wordt een top-editie. En ondertussen werken wij al aan de voorbereiding van onze volgende Transport & Logistieke beurs in Antwerpen in oktober 2025.
Ja, en wij zullen daarbij zijn. Jullie zijn dan ook een topteam, dus doe zo voort. En ik hoop dat onze kijkers er ook bij gaan zijn. Maar wij, beste kijkers, wij nemen hier alvast afscheid. Dat betekent dat we elkaar terug gaan zien in september op de Transport & Logistics Beurs, wel bepaald op de stand van Transportmedia 14.00. En zeker ook niet te vergeten, reserveer je plaats of tafel voor de gazelle. Alle info vind je op transportmedia.be. Tot dan! Truckstop, de nieuwste podcast van Transportmedia over Belgische transport- en logistieke ondernemers. Nu op Spotify.